Kasteel Nijenrode, kasteel Amerongen, slot Zuilen. In de 18e eeuw werden ze nog volop bewoond. Bijna altijd door adellijke families. Families met eeuwenoude tradities en gewoonten. En ze leefden in een heel eigen wereld. Rijke adel ging vooral om met andere rijke adel. Ze jaagden met elkaar, aten met elkaar, handelden met elkaar. Maar vooral, ze trouwden met elkaar. En dat ging al eeuwen zo. In de 18e eeuw heb je als adellijke vrouw weinig vrijheid. Je bent deugdzaam, dienstbaar, niet klagen, niet vragen. En als je dan eindelijk het huis uitgaat omdat je trouwt, krijg je de zeggenschap over je eigen huishouden, kinderen en personeel. Bellen! Belle van Zuilen heet eigenlijk Isabelle Agneta Elisabeth van Tel van Seroskerke. En wordt ook op deze adellijke manier opgevoed. Van haar conservatieve vader krijgt ze, zoals alle kinderen van adel, een gouvernante toegewezen, die van haar een respectabele dame moet maken. Maar al snel wordt duidelijk dat Belle niet is zoals de andere adellijke meisjes, want ze leert graag en makkelijk. Ze houdt van Latijn, natuurkunde, wiskunde. En ze gaat ook naar college, aan de universiteit. Maar echt studeren, dat mogen vrouwen in die tijd niet. Want zoveel onnodige kennis vergaren, dat is ongehoord voor een jong meisje. Op 28 februari 1760 maakt Belle van Zuilen zich op voor haar eerste bal. Ik ben bijna 20. 20 en nog altijd niet getrouwd. Schrijft ze in haar dagboek. Ze is wanhopig. Ze denkt nu of nooit. Dus ze trekt haar meest sexy jurk aan met zo'n laag uitgesneden hals, waardoor je haar lange nek goed ziet. En dat is heel uitdagend voor die tijd. Op het bal is ook een oudere man, de Zwitser Constant d'Hermange. En tegen alle etiketten in vraagt Belle hem ten dans. Dat onafhankelijke gedrag wordt ook gezien door de ouders van Belle. Van schrik laat haar vader de koets voorrijden en Belle moet meteen weg. Maar te laat, want de vonk is al overgeslagen. Kort na de ontmoeting tussen kolonel d'Hermange en Belle worden de eerste brieven van een jarenlange correspondentie uitgewisseld. Haar vader verbiedt elk contact met deze 20 jaar oudere en zo blijkt getrouwde man. Uiteindelijk is het alleen bij een vurige correspondentie gebleven, want toen de kolonel werd uitgezonden naar een oorlog, schreven ze elkaar. Mijn hart is te zeer verscheurd om het je te durven aanbieden, onvergetelijke Bel. En zij schrijft aan hem terug. Mijn verbeelding zocht naar je. Mijn verlangens liefkoosden je totdat ik insliep. Vaarwel, d'Hermange. Tot in mijn dromen zal ik om je treuren. Belle zet zich steeds meer af tegen de gewoontes van de oude adel. En die oude gewoontes die heersen op slot Zuilen. Ze wil niet dienstbaar en deugdzaam zijn. Ze wil meer. Meer studeren, meer corresponderen, meer vrijheid. Ze moet dus weg van dit kasteel.
weg van haar vader en haar broers. Ze zal moeten trouwen. Om vrij te zijn moet Belle zich binden. Maar ze wil wel een man die haar vrijlaat. Maar waar vind je die? Belle leert de Engelse advocaat en biograaf James Boswell kennen. Een briljante jonge man met een gouden toekomst. Ze worden vaak samen gesignaleerd op de Malibaan in Utrecht. James en Belle die schrijven ook in het geheim met elkaar. En dat doen ze via de Utrechtse boekhandel Spruit in de Koorstraat. En weer weet de vader van Belle er niets van. Belle is zo bedreven in het schrijven dat ze ook een boek schrijft, Le Noble, over de vastgeroeste gewoonte van de adel. Ze schrijft het onder pseudoniem, maar al snel komt uit dat Belle van Zuylen de schrijver is. Haar vader is woest, haalt alle exemplaren uit de handel en verbrandt de hele voorraad. Boswell doet Belle een huwelijksaanzoek, maar ze twijfelt. Het is een aardige jongen, maar hij heeft slechte manieren. Ze mag van hem ook niet meer corresponderen met anderen. Ze schrijft hem een brief met daarin de zin: ik heb geen talent voor ondergeschiktheid. En ze wijst hem af. Belle heeft moderne ideeën en die draagt ze ook uit in haar brieven en haar boeken. Ze schrijft alles in het Frans en dat is niet gek. Frankrijk stond cultureel in hoog aanzien in die tijd. In Frankrijk is ook een nieuwe intellectuele stroming in opkomst, geknipt voor Belle en haar karakter. De verlichting. Aanhangers van de verlichting keren zich tegen de samenleving waarin de kerk en de staat zo'n grote rol spelen. Ze zoeken naar manieren om een nieuwe wereld te creëren, gebaseerd op idealen als rechtvaardigheid, democratie en mensenrechten. Dat past natuurlijk precies in Belle haar straatje, maar nu nog een man die daar ook zo over denkt. De vader van Belle zorgt voor verschillende huwelijkskandidaten. Ze ligt goed in de adellijke markt. Uiteindelijk wijst ze alle kandidaten van haar vader af. 11 in totaal. Vaak vanwege de ondergeschikte rol die ze zal krijgen binnen dat huwelijk. Ze wordt er verdrietig van, want ze kan niet vinden wat ze wil. Liefde en vrijheid. Aan de huisleraar van haar broers, Charles de Charrière, vraagt ze: wat is er dan voor wonderlijks aan me? Wat mankeert er aan me? Wat moet ik hebben om beminnenswaardig te zijn? Of zelfs maar aanvaardbaar? Zeg me dat eens. De Charrière antwoordt: mademoiselle, als u wacht op het volmaakte huwelijk, dan zult u nooit trouwen. Als u zoekt naar de ideale liefde, dan zult u nooit lief hebben. De mannen zijn bang voor uw eis van volmaaktheid. Het kwartje valt bij Belle. Ze neemt een verstandig besluit, dan maar geen liefde. In 1770, Belle is dan 30 jaar, komt er een huwelijksaanzoek van een Schotse lord. En ze kent hem amper, maar ze weet wel dat hij als legerleider ooit heeft gezegd dat van alle krijgsgevangenen een vinger afgehakt moest worden. Adellijk gezien is het een goede kandidaat, maar Belle gaat toch praten met haar oude vader. Belle begrijpt niet dat haar vader na alle eerdere afwijzingen met deze Schotse lord komt aanzetten.
Ze kiest voor een verstandshuwelijk met haar huisleraar, een man die staat voor kennis en verlichting. Dit is Belle's ticket uit de Gouden Kooi. Weg van haar vader, weg van het kasteel. Ze gaat met de charrière in Neuchâtel in Zwitserland wonen. En van hem mag ze schrijven met wie ze wil. Ze mag doen waar ze zelf zin in heeft. Ze is niet verliefd, maar wel vrij. Als ze in Zwitserland woont, dan schrijft ze boeken, ze componeert muziek. Ze schrijft met filosofen als Voltaire en Rousseau. Haar huwelijk houdt stand, maar later blijkt wel dat ze er tenminste één minnaar op nahoudt. Pikant detail, ze deed het met de neef van haar eerste grote liefde, kolonel Dermanche. Na haar huwelijk keert Belle van Zuylen nooit meer terug naar Slot Zuylen. Ze schrijft er nog wel eens over, op melancholische toon in haar brieven aan familieleden. Je moet me nog eens vertellen of die prachtige eiker nog staat. Ik vraag het maar om het te weten. Schrijf mij bij gelegenheid eens over dit alles en pluk een paar wilde bloempjes voor me onder de oude eik. Hondstraf en zijn vrouwelijke gezelschap. Een klein rood bloempje. Volgende week in het verleden van Utrecht, kinderarbeid in Veenendaal.